Ja, wij zitten er nog steeds in Flower Power modus. Welkom in de Bed in States. Dit keer zit Tim Akkerman naast me. Ja, dat is een naam die voor zichzelf spreekt. Tim, ik vind het zo leuk dat jij ja hebt gezegd. Wat is jouw hoofdreden daarvoor? Ik ben eigenlijk benaderd via mijn drummer. Willem van der Krabbe, die ook hier aanwezig is. En die kwam hier en die vroeg van het zouden willen doen. En toen werd ik uiteindelijk in contact gebracht met de organisatie. En ik zei meteen ja, want het is gewoon, ten eerste de hele strekking vind ik te gek. Maar als je dan hier uiteindelijk op dit prachtige bed hier mag zitten met een ongelooflijk kikke gitaar tussen ons midden. Dan had ik me achteraf toch wel voor mijn kop gestoten als, dat niet, als ik nee had gezegd. Dat had je niet willen missen. Deze gaan we trouwens veilen met jouw handtekening. Ja, te gek. Ja, ik mag het laten zien? Ja, zeker. Mijn staat er nog niet op, maar er staan echt al te gekke handtekeningen. Er is nog een plekje. Op. Kan je naast Blackbird misschien? Maar begreep, dit wordt geveild. Dus in de hoogste bieder, daar, die krijgt hem dus mee. Dus mensen thuis, ga vast je spaargeld bijeenbrengen. Ja, zoveel mogelijk. Want alles gaat naar Flower Tower voor alle artiesten. Want als artiest heb je het op dit moment best wel zwaar. Heb jij daar, nou, je hebt daar waarschijnlijk minder last van? Of hoe zit dat bij jou? Nou, ik ben een omdenker. En toen het allemaal gebeurde en we zaten in de lockdown, toen ben ik eigenlijk gelijk gaan denken, wat kan wel? Wat mag wel? Uiteraard met veiligheid, et cetera, waar we allemaal mee te maken hebben. Kwam ik eigenlijk snel tot de conclusie dat we, zeker met mijn band, we hebben allemaal een home studio. Dus ik ben meteen mijn eigen ruimte ingedoken en liedjes gaan schrijven. En dat weer via internet, een hulde aan internet trouwens. Dus als dat niet was geweest, hadden we wel een lastig pakket gezeten. Maar we hebben uiteindelijk een EP opgenomen. En dat is een van de dingen die ik de afgelopen maanden heb georganiseerd. Oh, wat gek. En is die dan beïnvloed door deze hele gekke situatie? Er zijn wel, is één liedje zelfs, die is The Dead Shadows. En ja? Dat is een liedje wat ik heb geschreven eigenlijk als ode aan alle mensen in de zorgverlening. Die het is nu ook weer bekend hoe ontzettend onder druk staan. En hun eigen leven ervoor geven voor andermans leven. En omdat heel de wereld thuis zat en in lockdown, toen dacht ik van hoe tof zou het zijn om diverse muzikanten over heel de wereld aan te spreken, om te vragen om een klein deeltje in te spelen. En dat is gelukt. Dus echt over heel de wereld hebben muzikanten aan dit liedje meegewerkt. Wat gaaf zeg. Ja, en hij is al uit ook? Of hij komt nog uit? Ja, men kan hem al, er is ook een clipje bij. Dus je kan precies zien waar wat opgenomen is. En op Spotify en dat soort streamingdiensten is die allemaal te luisteren. Wat vet. Ja, er komen ook hele creatieve dingen uit zo'n rare tijd. Ja, juist, nou, ik geloof heel erg dat dit een tijd is van een shift. En daarom vind ik dit hele evenement ook te gek. Omdat dit gewoon kijken is van iedereen deelt zijn eigen kunnen. En belangeloos, dat is ook belangrijk. Weet je, niemand krijgt hier iets voor. Dus gewoon, we moeten met elkaar moeten kijken naar oplossingen. Ja. En dit is het ultieme voorbeeld daarvan. En als muzikant zijn, wat je net zei, ik rap me wel. Ik maak liedjes, ik perform. Maar ik vind het vooral voor de mensen die achter de schermen werken, die dingen opbouwen. Mijn crew, maar ook mijn bandleden die in dienst spelen voor wat ik wat ik voor hun regel. En dat zijn wel dingen die je wel toch even weer wordt realiseren. Dat het niet heel makkelijk is. Nee, het is zeker niet vanzelfsprekend dat je doorgaat. En je zei net een shift naar wat? Waar gaan we naartoe? Wat is de nieuwe wereld? Nou, ik hoop het. Ik hoop dat we eens een keer gaan leren dat de waardes die wij in de 20e eeuw hebben gemaakt, dat die gewoon niet meer relevant zijn voor nu. En dat bepaalde dingen gewoon niet meer heel belangrijk zijn. En dat is vooral economisch, vind ik. Ik bedoel, waarom moeten we allemaal een heel groot huis wonen? Waarom kan dat niet een stukje kleiner en praktischer? Ja. Moeten we allemaal in hele grote auto's? Of mag het ook een kleine auto? Of misschien als je niet eens zo vaak de auto gebruikt, leen hem dan. Weet je, dat is de gedachtes. En ik denk in het begin van lockdown is iedereen daar wel bewust van geweest. En voor de mensen thuis, allemaal raar geluid achtergrond, maar door het soundcheck. Ja, er wordt even gerepeteerd. Geen alarms, geen niks in de hand. I'm still alive. Maar de waardes, wat ik zei, de dingen die economisch van waarde zijn. En ik hoop dat we leren dat we daar anders mee om moeten gaan. Dat we bewuster gaan zijn in hetgeen wat wij gewend zijn. En ook bewuster gaan realiseren wat de mooie kanten van het leven zijn. En het is misschien een hippie gedachte, maar uiteindelijk is het wel wat voor iedereen geldt. Als je op het moment dat je wordt getroffen door ofwel corona of een ander iets, waardoor je wordt lamgelegd, ga je pas realiseren wat echt de dingen zijn in het leven. Ja. En helaas moet er altijd iets negatiefs komen om uiteindelijk het positieve in te zien. Dus dat is voor mij het idee van de shift die wij nu, waar we nu mee te maken hebben. Nou, ik vind dat een hele mooie positieve instelling. En ik geloof ook wel dat dat zo is. Ik ben stiekem ook een hippie. Laten we allemaal hippie zijn. Share the love. Dat is waar Flower Tower om gaat. En om natuurlijk muziek gaat het ook. Dankjewel dat je er bent. Dank je. Graag gedaan. En we gaan heel erg van je genieten. Dus zeker. Blijf kijken. Blijf streamen.